hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb mijn bril op, wat het moet. Want ik ga naar de opticien. En ik ga even een oogmeting doen. En ik ga een nieuwe bril uitkiezen. En ik heb daar echt heel veel zin in. Want ik kijk hier echt al heel lang naar uit. Normaal gesproken ga ik altijd naar Pearl. Als ik eerlijk moet zijn. Maar ik ga vandaag voor de eerste keer naar Optica Eye Fashion. Op de Schiedamse weg. En ik vind dat ze daar qua brillen een veel leuker assortiment hebben. En ik wil graag gewoon echt een bril die ik echt, echt leuk vind. En niet gewoon een standaard bril die je bij de Pearl zo kan halen. Dus ik dacht, ik ga even voor de verandering daar naartoe. Ik ben benieuwd. Jongens, ik ben inmiddels aangekomen en ik ben hier met Meira. Die zien jullie hier. Hello. Die gaat zo mijn oogmeting en zo doen. Het ziet er hier echt zo leuk uit. Ik ga je zo even rondleiding geven. En Meira is echt zo lief voor mij. Zij heeft gewoon een cappuccino klaargezet met amandelmelk. Kijk guys, ik heb net een oogmeting gedaan. Ik ga nu allemaal brillen passen. Kijk hoe mooie brillen ze heeft. Ik vond deze echt mooi. Echt mooi. Gucci, Saint Laurent, ze heeft echt letterlijk alles. Ik ben dus net bij Meira geweest. Ze heeft een oogmeting bij mij gedaan. Mijn ogen zijn iets achteruit gegaan, maar dat was wel normaal. Het was niet overdreven. Even kijken wat nog meer. Toen heb ik eigenlijk een bril uitgekozen. Ik ben echt op een heel mooie gekomen. Ik kon steeds maar niet kiezen tussen twee. En uiteindelijk heb ik een heel andere bril uitgekozen. Maar echt, ik ben heel blij met mijn keuze. Ik kan het nog niet laten zien, want ik moet hem pas volgende week ophalen. Als je bijvoorbeeld een andere soort bril wil uitkiezen dit keer. In plaats van de normale standaard basismerken eigenlijk die je bij de opticien hebt. Zou ik je echt even aanraden om daar langs te gaan. Ze heeft gewoon een contract met de verzekeraar. Dus je krijgt het eigenlijk in de meeste gevallen gewoon vergoed. Maar dat kan je natuurlijk altijd navragen bij haar. Het is gewoon echt een powerfout. Het is gewoon ook echt haar eigen optiekzaak. Ze heeft 15 jaar ervaring. Toen heeft ze haar eigen optiekzaak geopend. Ze werkt daar ook helemaal alleen. Ze heeft geen personeel. Ik vind het echt, echt heel erg leuk. En ik support dit soort mensen echt heel graag altijd. Ik ben alweer thuis. Gelukkig is Nessie nu ook thuis. Vandaag een heel spannende dag. Want vandaag komt dus zijn trailer online van zijn theater. Ik moest even mijn sleutel zoeken. Maar vandaag komt dus een trailer online van zijn theatertour. Hij gaat starten met de shows. En ja, ik denk dat ik die ook even tussen mijn vlog door even zeg maar tussendoor ga editen voor jullie. Dat jullie het ook even kunnen zien. Hallo allemaal, wat fijn dat jullie kunnen komen naar deze persconferentie. Jullie krijgen zo 5 minuten om vragen te stellen. Gelieve dit zo kalm mogelijk te doen. Dit gezegd hebben de jongens en meiden, hier is hij, Nessim El Amari. Nessim, je bent moslim, maar getrouwd met een christelijke vrouw. Dat mag toch helemaal niet? Nou, op zich mag ik... Nessim. Klopt het dat jij op 23-jarige leeftijd 2 haartransplantaties hebt gedaan? Waar komt al dat haar vandaan? Nou, dat haar dat komt gewoon... Nessim, de geruchten gaan rond dat jij je vrouw hebt ontvoerd om haar te kunnen trouwen? Nou, ontvoerd. Hoe vaak was je hand eigenlijk? Fuck, heeft hem uitgenodigd. Miss Hamadi, is it true that you needed to wait 2 years before you could have sex with your wife? Waarom praten we opeens Engels? Ik heb gehoord van betrouwbare bronnen dat je op een latere leeftijd achter bent gekomen dat je moslim bent. Daar heb ik een vraag voor je, Nessim. Heb je ooit varkensvlees gegeten? Doe dat rustig, joh. En nou, stop, geloofbaar! Als je antwoord wil, dan koop je kaartje voor mijn theatershow. Ik ben er klaar mee. Ik ben weer thuis. Ik ga even heel snel editen, want ik ga straks weer weg. Ik heb even afgesproken voor vanavond.
Dus ja. Oh, ik heb nog even 2 uurtjes om te editen en tussendoor ook even te eten. Ik wil niet zo lang zonder eten zitten, want anders ga ik snacken. Ik ga even een omeletje maken met heel veel groente. Ik heb gisteren deze paddenstoelenmix gehaald met paprika. Deze ga ik erin doen en een beetje spitskool en dan 2 eitjes erdoorheen. Gewoon lekker veel groente erin. Niet bang zijn om er veel in te doen. Ik heb er echt heel veel hot chili in gedaan. En of course nog meer hot sauce eroverheen. Ah. Geef het van even daar zijn. Ik kan het niet lelijk, man. Zo, ik ben alweer klaar met editen. Ik heb me even snel opgefrist. Ik heb mijn haren gedaan. Volgens mij heb ik nu een beetje te veel volume. En ik ga nu even naar Elfanos. Want, oh wel, goeie licht dit. Want ik heb daar afgesproken met Esmee na een heel lange tijd. We hebben elkaar echt heel lang niet gezien. Dus we hebben alweer heel veel zin om weer met elkaar af te spreken. Kijk hoe mooi mijn haarkleur staat bij deze kleur trui. Het is echt een heel mooi match samen. Ja, Elfanos dus. Even snel naartoe. Dus ik denk dat we hier inmiddels zo'n... Hoe lang zitten we hier? Even serieus. 8 uur? Oh, ja. Ja, 4:30. Half 5? Nou, we zitten hier ongeveer 3,5 uur. En ik ben hier natuurlijk met Esmee. En ja, we zitten hier gewoon te eten bij een open buffet. Dat is echt lekker. That's it. Ik ben helemaal vergeten te filmen, guys. Sorry. Goedenavond. Zo, mijn haar. Ik ben net thuis. Even kijken waar ik hem kan zetten. Ik ben net thuis. Toen heb ik even gelijk mijn pyjama aangedaan. En ik ga even gelijk de afwas doen, want daar hadden we allebei geen tijd voor vandaag. En het is vandaag ook echt een heel drukke dag. En ik had tussendoor, had ik niet gered. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ga ik gewoon lekker op de bank knippen of heel veel water drinken. Want ik heb niet zo goed water gedronken vandaag. Het was heel gezellig met Esmee. We hebben elkaar natuurlijk al heel lang niet gezien. Dus we hadden echt heel veel om bij te kletsen. Dus ik denk dat we echt 5 uurtjes daar hebben gezeten. En we hadden een beetje geluk, want ze hadden dan vandaag open buffet. Dus we konden daar lekker lang zitten. Anders was het een beetje verschil natuurlijk. Maar echt heel gezellig. Echt heel leuk. Nessie komt zo thuis. Dus even een pizzaatje eten met zijn matties. Zoals ik al zei, de trailer voor zijn theatershow staat nu online. Als je nog niet hebt gecheckt, kijk even op zijn Instagram pagina. En je kan nu al tickets dus kopen voor zijn theatershow. Dus een beetje snel bij. Ik heb, by the way, echt gewoon heel gezond gegeten. Kijk, wat heb ik gegeten? Eigenlijk was het best wel een moeilijk buffet. Als je zeg maar ook hier in, het was vooral veel rijst. En heel veel zeg maar, groenten gevuld. Maar ja, normaal gesproken maak ik dan gewoon met gehakt. Maar ja, Arabieren maken natuurlijk altijd met rijst en gehakt. Dus dat kon ik niet eten. Maar ik heb dus okra gegeten. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar ik heb dus okra en tomatensaus gegeten. En daarnaast heb ik gewoon salades gedaan. En even kijken. Wat heb ik nog meer gegeten? Oh ja, en daarna heb ik weer opgeschept en heb ik gewoon kip gedaan. En dan daarnaast ook gewoon salades. Gewoon echt heel simpel. En we hebben tussendoor gewoon heel veel thee besteld. Maar je weet ben ik alweer 2 maanden, 3 maanden bezig. En dan heb ik echt resultaat. Dus beter doen jullie heel snel mee met mij. Want als ik eenmaal bezig ben, dan ben ik gewoon echt goed bezig. Jongens, Nessie is eindelijk thuis. Hij drinkt van me meegenomen. Hallo, hij is koud. Oh, lekker. Kijk, Nessie heeft een Pepsi Max voor me. Oh, yes. Ding. Oh. Alsjeblieft, Mimi. Kijk wat Nessie voor mij heeft meegenomen. Ik heb mijn bril op. Dat is niet mijn nieuwe, is mijn oude. Maar ik kreeg als tip van de optician om even wat vaker mijn bril te dragen. Om mijn ogen te laten rusten. En vooral in de avond is het best wel handig om te doen. Dus dat is ja, een voornemen van mij om meer een bril te gaan dragen. En natuurlijk als ik een nieuw bril draag. Dan ga ik het wat meer mijn nieuwe bril krijg. Dan ga ik het wat meer dragen. Want ik heb expres dus best wel voor een simpele bril gekozen voor dagelijks gebruik, zodat het gewoon lekker bij alles staat, niet overdreven. Ik hoef er geen statement bril of wat dan ook. Dus ik hoop dat ik hem ook vaker ga dragen. Ik draag deze eigenlijk niet zo vaak buiten, maar ik denk van het is echt heel erg aanwezig. Weet je, ook die print en zo. Hij is ook 5 jaar oud, dus ja, daar kan het een beetje aan liggen. Ja, ik ben voor wat simpeler gegaan en ja, ander model ook.
ander merk, ander model, ander alles. Maar ja, dat is wat ik wil gaan doen. Vaak een bril dragen.